Het coronavirus heeft grote invloed op ons dagelijks leven. In deze vlog zien we hoe het met familie Van der Linden gaat in Frankrijk. Bonjour, wij zijn familie Van der Linden. Ook wij zijn getroffen door het coronavirus. En wij willen jullie graag laten zien hoe wij de lockdown in Frankrijk beleven. Ondanks alle onzekerheid maken Don en Brigitte het terrein gereed voor het hoogseizoen. Ik ben eigenlijk heel blij dat we zoveel mogelijk materialen nu allemaal voorradig op het terrein hebben liggen. Aangezien we dus niet meer de deur uit mogen. Best wel raar, want je bent volop in voorbereiding op het seizoen en daar zijn we heel erg druk mee. En je weet helemaal niet hoe het seizoen gaat lopen of er überhaupt wel een seizoen komt. We zouden ook nog hulp krijgen, we zouden nog vrijwilligers krijgen, die komen ons al jarenlang helpen. Dat hebben we helaas moeten annuleren, want het was voor hun natuurlijk ook niet veilig om te komen. We hebben weer een berichtje gekregen van de juffrouw, Kira. Ja. Ze heb je huiswerk ontvangen van de vorige keer en ze schreef bravo pour le travail. T'as bien compris la leçon de français, même si n'a pas fait la dernière phrase, mais ce n'est pas grave. Dus je hebt één zinnetje overgeslagen, keer, dat mama niet gezien. Ja, dus dan moet je, ga het maar even doorlezen, wat je allemaal moet doen. Als je het nou niet begrijpt, hè, dan kijken we er eventjes naar. Ja, is goed. Dan ga ik maar naar boven dan. Ja? Ja, goed zo, schat. Zodra de meiden aan hun schoolwerk zitten, gaan Don en Brigitte de wekelijkse boodschappen doen. Het zonnetje schijnt, het is mooi weer, maar je ziet niemand op de weg. Het is zo'n bizarre ervaring. Twee pakjes meenemen. We hebben de gelukkig nog genoeg keus. We hebben nooit zo rustig gewikkeld. Zo zijn we snel klaar. Nou, we gaan nu naar de kassa. Zoals je ziet, er staan geen rijen. Dat is een unicum, dat hebben wij zelfs in al die jaren dat we hier wonen, hebben we nog niet meegemaakt. Frankrijk heeft één van de strengste lockdowns in Europa. En dat heeft nogal vervelende consequenties. Ik ben mijn vriendje aan het appen. Met al die lockdown in Frankrijk kan ik zelfs mijn vriendje die hier 20 minuten vandaan woont, kan ik die zelfs niet zien. Mijn vriendin die woont in hetzelfde dorpje als mij, daar ben ik over 5 seconden als ik daar wil zijn met de auto, maar die kan ik ook niet zien. Je kan niet naar de sportschool, je kan niet naar school. Het is toch allemaal best wel alleen. Je moet hier wel alleen blijven met je familie en zo. En mijn oma zou ook dit weekend komen. Dat is ook niet doorgegaan. Maar ook in donkere coronatijden is er positief nieuws. Familie Van der Linden heeft gezinsuitbreiding. Daar zijn we dan. 4 alpaca's. Leuk. Ze zijn 2 witte en 2 zwarte. Oh, ze zijn zo schattig. Dit zijn Louis en Joey. Ja, zijn 2 donkere, Felix en Oscar. Nou, dat wordt al gezellig. Dat heb ik al gezien. Ja. Dit was de familie Van der Linden. En vanuit Frankrijk wensen we jullie heel veel sterkte toe. Au revoir!